Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De laatste dag van 2023 nadert en daar hoort bij Omroep Drimmelen de kerst top 50 bij. Deze lijst werd samengesteld door luisteraars van Omroep Drimmelen. Dit jaar hebben we een nieuw item in de show. De persoonlijke kerstgoed. Voorafgaand aan de laatste uitzending van de Kerst Top 50 op 31 december zal de Top 100 Made Live worden uitgezonden. Deze muzieklijst met live en originele uitvoeringen duurt maar liefst 9 uur. Tijdens het bakken van je oliebollen of appelbejes kun je dus naar heerlijke muziek luisteren. We starten op 31 december om 9 uur met nummer 100 en net iets voor de klok van 6 uur middags zal nummer 1 te horen zijn. Wil jij weten welke nummers de revue gaat passeren? Bezoek dan de site www.top 100 madenl En de kerst top 50 zal te horen zijn op 24, 26 en 31 december vanaf 6 uur middags. Via de radio of online via de website van Omroep Drimmelen. De vrijwilligers van Omroep Drimmelen hebben zeker niet stilgezeten. De omroep is aanwezig op de laatste dag van de Top 2000 in Made. Deze Top 2000 wordt gehouden op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december in de korenbeurs in Made. De opbrengst van deze Top 2000. Gaat naar Harmonie Sint-Cecilia en Stichting Met Je Hart Drimmelen. De Harmonie gaat het bedrag één op één inzetten voor de muziekopleidingen van toekomstige muzikanten in de gemeente Maden. Ook Stichting Met Je Hart Drimmelen mag op een bijdrage vanuit de Top 2000 rekenen. Deze stichting organiseert waardevolle terugkerende ontmoetingen voor ouderen die veelal in onzichtbaarheid. Gevoelens van eenzaamheid ervaren. U kunt de happening volgen op Omroep Drummelen. Live de locatie bezoeken mag uiteraard ook. U bent van harte welkom en vergeet u dan de goede doelen niet. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Erik van der Burg heeft bij de provinciale en regionale regietafels Asiel. Een indringend verzoek neergelegd om voor de kerst 4000 extra opvangplekken te realiseren. De gemeente Drimmelen neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor Regio De Baronie. De gemeente gaat als crisisnoodopvang voor enkele weken 30 asielzoekers opvangen in het gemeentehuis in Maden. De gemeente voelt daarbij wel het ongemak om het eigen traject niet te verstoren, maar voelt ook de verantwoordelijkheid om mensen in deze tijd van het jaar een veilig onderkomen te bieden. Op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt gemeente Drimmelen dit samen op met andere gemeenten in de regio van District de Baronie. Het blijft een gezamenlijke taak om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. De komende dagen zal de gemeente blijven communiceren over de ontwikkelingen. Direct omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Op de website www.drimmelde.nl/crisisnoodopvang staat meer informatie. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief over asielopvang in de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar asielapenstaartje.drimmelen.nl Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor vragen. Zaterdag 6 januari is het weer zover... en gaat men voor de derde keer de Traise speciaal biertocht houden. Het is een wandeltocht langs de Traise horeca... met dit jaar op verzoek van velen ook een bezoek aan twee lokale brouwers. Men heeft tijdens de tocht op 6 januari, tussen 2 uur s middags en 9 uur s avonds, zeven stops die aangedaan kunnen worden. En omdat er dit jaar meer stops zijn, is het naast de gewone stempelkaart, waarbij u bier in de daarbij behorende speciaal bierglazen krijgt, ook mogelijk om de kleine kaart te nemen. Bij de kleine kaart krijgt u een proefglas. Die zijn wat kleiner. Naast de verschillende bieren. Krijgen de deelnemers ook een lekker bijpassend hapje? Hebt u interesse in deze gezellige, traaische, speciaal biertocht? Kaarten zijn te koop in de voorverkoop tot 1 januari voor 30 euro. En de kaart met de proeflages kost 24 euro. Na 1 januari worden de kaarten 2,5 euro duurder. Deze zijn vanaf 1 december te koop bij de aangesloten horeca-ondernemers. Ze hebben er veel zin in. En hopen dat het ook voor u geldt. Ze wensen u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2024. Op zaterdagavond 13 en zondagmiddag 14 januari 2024 wordt er weer gesauweld in Erpelrooijersland. Maar liefst zes saweleers van de eigen vruchtbare bodem schrijven zich op dit moment al uit de naad. Om de eretitel Oppersauwelair 2024 binnen te kunnen slepen. Er gaat wel iets veranderen. De sabelavonden gaat men vanaf dit jaar anders indelen. En dus ook anders beleven. De zaal gaat, om alvast in de stemming te komen, maar liefst twee uur voor aanvang open. Er komt ook een opstelling met tafels en stoelen, zodat er tijdens het sabelen ook een consumptie kan worden genuttigd. Gezelligheid gegarandeerd. Sawellen is kunst, een zaal plat kunnen krijgen van het lachen vergt oefening, talent, timing, goede teksten en de gave tot het uitkramen van een hoop flauwekul. Erpelrooiersland heeft een rijke traditie wat betreft sabelen en daar is men trots op. De typetjes die de sawellers gaan neerzetten worden, zoals dat hoort, absoluut geheim gehouden. Er wordt tot het allerlaatste moment aan gewerkt. Kaartjes zijn vanaf zaterdag 11 november te verkrijgen bij Bij Bas, bij Bart 13, bij Bakkerij Leon van Dongen en Zoon en bij Bakkerij Jurgen en Carolien van Dongen. Drimmelen viert samen met uw nieuwjaar op zaterdagochtend 13 januari tussen 9 en 12 uur in het gemeentehuis in Maden. De traditionele nieuwjaarsreceptie wordt in een nieuw jasje gestoken. Men luidt samen met iedereen het nieuwe jaar in, met een bruisende markt in het gemeentehuis. Om tien uur is het moment van proosten, samen met de burgemeester, die dan ook een nieuwjaars toespraak houdt. Verenigingen en clubs die zich willen presenteren, konden zich alvast aanmelden voor maandag 18 december, 12 uur, via nieuwjaar ze krijgen dan nadere informatie over deelname en hun definitieve inschrijving. De gemeente Drimmelen heeft grond gekocht ten zuiden van Hoge Zwaluwe om het bouwen van nieuwe huizen voor dit dorp mogelijk te maken. Met de aankoop van deze grond zet de gemeente de volgende stap richting het daadwerkelijk bouwen op voorkeurslocatie Zuid aan de Kerkdijk. In totaal is er 15 hectare aangekocht door de gemeente. Een deel daarvan is bedoeld voor de geplande nieuwbouw en de rest, het zuidelijkste deel, van de aangekochte grond blijft beschikbaar voor landbouw. Zo blijft de groene buffer tussen Hoge Zwaluwe en Helkant bestaan. Nu de gemeente zelf deze grond bezit, kan zij zorgen dat Hoge Zwaluwe kan groeien en dat er ook betaalbare en duurzame woningen bijkomen. Het gaat om ongeveer 100 woningen die op die locatie in fases voor het dorp gebouwd kunnen worden. Het college van Drimmelen heeft op 12 december 2023 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor de bypass voor vrachtverkeer, bestemmingsverkeer en tractoren bij de Zoutendijk in Hoge Zwaluwe. Deze bypass is een extra randweg die vanaf de Zoutendijk direct aansluit op de Horenhilse dijk. Hierdoor worden de straten in Hoge ontlast van zwaar verkeer. De gemeente wil dat er door Hoge zo min mogelijk zwaar verkeer in de toch vaak smalle straten rijdt. Deze bypass gaat ervoor zorgen dat men veiliger door het dorp kan wandelen, fietsen, Rijden. Het ontwerp bestemmingsplan Bypass Zoutendijk Hoge Zwaluwe is vanaf 22 december tot en met 15 februari in te zien in het gemeentehuis in Manen. De gemeente hoopt dit langlopende dossier spoedig samen met alle betrokkenen goed af te kunnen ronden. Als alles voorspoedig gaat kan volgend jaar begonnen worden met de aanleg. En dit was dan weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te zien of te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.